In de morgen van 23 februari 1973 ontdekten omwonenden van de Burenstraat rookwolken. Deze stegen op uit het gebouw waarin de Richard Fuller School en de Otto Tank School waren gehuisvest. Toen de brandweer ter plaatse verscheen, werd er nog met man en macht gepoogd om de vlammen onder controle te krijgen. Echter tevergeefs. De Richard Fuller en de Otto Tank School bestonden niet meer. Nadat de vuurtongen reeds hoog opplaaiden en alle steunpilaren van het gebouw, dat totaal in hout was opgetrokken, verkoold waren, stortte het schoolgebouw geheel en al neer. De dag ervoor was er een poging gedaan om de kleuterafdeling van de Otto Tank School in de as te leggen. Maar door snel en accuraat optreden van de brandweer werd erger voorkomen. Het afgebrande gebouw stond sedert de jaren 40 aan de Burenstraat en werd gerekend tot oudbouw. Velen herinneren zich nog het feit dat indertijd de Selecta-school in datzelfde gebouw was ondergebracht. Behalve de leerlingen en leerkrachten verbonden aan de scholen, zullen er nog talrijke personen zijn die prettige herinneringen hebben bij het zien van het gebouw.